attendees hebben, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus ik denk dat we maar gewoon gaan beginnen. En dan zullen er vanzelf nog de resterende mensen komen. Nogmaals, welkom. Ik begin even met wat kleine dingetjes. We zullen iedereen tijdens het webinar op mute zetten. En eventuele vragen, die kunt u stellen via de chat. Of eventueel na afloop via de e-mail en de e-mailadressen waarnaar u vragen kunt stellen. Die zitten in de laatste sheet. Dus u kunt daar gewoon het adres van overnemen. En de sheet zullen ook wel toegezonden worden. Dan heeft u ze ook. Dus dat kan. Ook tijdens, ik zal proberen dan tijdens de webinar de vraag in de gaten te houden. En eventueel in te breken en de vraag door te geven en te stellen. Dat is denk ik even als introductie. Nou, mijn naam is Paul Hommes. Ik ben Risk and Compliance Specialist bij LexisNexis. En we doen dit webinar, wat voor ons eigenlijk best wel heel speciaal is. Omdat het een ander soort webinar is dan we normaal gesproken doen. Dit gaat echt over het feit dat we in deze periode de koppen bij elkaar hebben gestoken met een partij waar wij heel veel vertrouwen in hebben. Met name door de kwaliteit die ze hebben, door de kundigheid, door de opleidingsinstituut waar ze achter zich hebben staan. En door de prettige samenwerking natuurlijk ook. Dus wat wij uiteindelijk bedacht hebben is dat het voor de financiële wereld, maar ook gewoon voor andere partijen in deze tijd moeilijk is om een goede gedegen onboarding te doen. Nou, met onze systemen, met onze data, wat gewoon premium content is en premium news is, kunnen we dat heel goed ondersteunen aan de kant van international compliance partners, waarmee we deze webinar opzetten en waarmee deze samenwerking gerealiseerd is. Kunnen zij de verwerking, de processing, de training, de kennis, de know-how, de rapportages doen. Dus ja, het is een hele logische combinatie om die twee partijen bij elkaar te doen en te zeggen, ja, weet je, we gaan nu voor de markt dus iets doen waar ze echt gewoon waarschijnlijk, denken wij, heel veel behoefte aan hebben in deze lastige tijd. Je kan niet naar kantoor, je kan nergens heen en toch moet je je integriteit bewaken. Dus vandaar. En omdat we dat dus niet via een congres of een seminar kunnen doen, doen we dat via dit webinar. Ik geef zo meteen het woord aan Harm Groot-Kormeling, de CEO van International Compliance Partners. Die zal nog verder toelichten. Die zal ook een uitleg geven over hoe de samenwerking in elkaar zit en wat u kan verwachten van International Compliance Partners en LexisNexis tezamen. Volgens mij heb ik dan zo'n beetje het intro wel een beetje gedaan. Nou, nogmaals, mochten er vragen zijn, gooi ze gewoon in de chat. Ik lees dat en dan zal ik die met iedereen delen. En eventuele vragen zullen we waarschijnlijk, dan moet ik even met marketing overleggen, na afloop ook nog wel kunnen delen. Dus dan weet u wat en hoe het er allemaal gezegd is. En dan denk ik dat ik al veel te lang gesproken heb en geef ik het woord aan Harm. Oké, Paul, dankjewel voor de introductie. Even in het kort, zoals Paul ook al heeft aangegeven, Harm Groot-Kormeling, oprichter, founder van ICP en CEO van ICP. Ik doe het webinar samen met Erik de Jong. Erik de Jong is specialist binnen ICP en tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor de opzet van onze Academy. Waarbij we ook heel erg veel vanuit onze content opereren richting onze klanten. Daarover straks nog wel meer. Maar even kort de inhoud van het webinar. We willen even met name ook even de toelichting doen op de samenwerking tussen ICP en LexisNexis. En vervolgens ook de remote KYC-CDD oplossing die we hebben bedacht samen om te anticiperen op de behoefte die er is in de markt. Om toch op afstand onboarding review, maar ook als je het hebt over remediation trajecten, toch plaats te laten vinden. Dan moet ik heel even technisch vragen om mijn slide verder te gaan. Is dat mogelijk? Ja, dankjewel. Ja. Wat we in onze webinar met name willen
aangeven is, ja, hoe ziet de remote CSD-proces eruit? Hoe kunnen we u van dienst zijn? Wat doen wij daarin? Hoe nemen wij u ook als klant mee in dit hele proces? En welke informatievoorziening hebben we daarvoor ingericht om u te informeren op verschillende levels? En Erik zal jullie vervolgens meenemen in een voorbeeldcase om even in sneltreinvaart te laten zien hoe we eigenlijk tot een goede analyse komen van een voorbeeld klant. Onze samenwerking ICP LexisNexis, dat gaat al inmiddels al wat 2 jaar terug. LexisNexis is natuurlijk een data oplosser die essentieel is ook voor ons om goede onderzoeken te doen. Nou, ze hebben in ruim 212 landelijke en regionale kranten, zoals Algemeen Dagblad, Volkskrant, Telegraaf, Financieel Dagblad, maar ook zeker uit verschillende opiniebladen, websites, social media, halen zij de informatie die voor ons relevant is om een goede analyse te doen. Nou, wij vanuit ICP hebben onze eigen academy waarbij we onze mensen opleiden. Maar tegelijkertijd hebben we ook onze consultancy en interim tak waarbij we deze data goed kunnen gebruiken om tot goede analyse te komen. En dat was eigenlijk ook het startpunt voor ons om te zeggen van, laten we de handen ineens slaan om klanten toch optimaler te kunnen bedienen dan tot nu toe. Zeker in de huidige tijd. Waarbij, ja, zeker ook als je kijkt naar de huidige coronacrisis, dat de criminelen steeds een slimmere en nieuwere weg gaan vinden om toch hun activiteiten plaats te kunnen laten vinden. Zo ook vanmorgen weer in het nieuws dat de drugshandel natuurlijk ook gewoon weer zijn plaats vindt. Nu ook, hoe vreselijk ook in medische apparatuur in de haven van Rotterdam, geeft wel weer aan hoe groot het probleem is om dit risico ook beter te kunnen beheersen. Als je dan ook kijkt van voor wie en voor wat is eigenlijk ons concept ook bedoeld. Eigenlijk zijn wij van mening dat het verder gaat dan de WWFT. Het is een maatschappelijk probleem dat we met elkaar moeten gaan oplossen. En dat vereist ook om multidisciplinaire samenwerking. Als je het dan hebt over de samenwerking die we met LexisNexis hebben opgezet, dan zie je ook dat dit in mijn optiek ook een eerste stap is naar deze multidisciplinaire samenwerking om uiteindelijk ook de risico's internationaal beter te gaan beheersen. Dus initieel is onze insteek dat deze aanpak die we hebben gekozen bedoeld is voor WWFT-plichtige bedrijven, zoals financials, accountants, juridische wereld, maar zeker ook bedrijven die integere zaken willen doen internationaal. En daarbij moet je denken aan remediation trajecten, maar ook bedrijven die over beperkte resources beschikken. Om de onderzoeken te doen. Daarvoor is onze oplossing op afstand gewoon heel erg goed geschikt. Omdat je daarmee ook voldoet aan de WWFT, maar tegelijkertijd ook je maatschappelijke belang ook weet in te vullen. Om in ieder geval je integere zaken te doen op nationaal en internationaal niveau. Nou, wat kunnen wij dan bieden? Wij ontzorgen u volledig ten aanzien van het onboarden van uw klanten. Maar dragen ook zorg voor periodic reviews. Maar tegelijkertijd denk ook daarbij aan trainingen die we online geven. Ten aanzien van de basisopleiding rondom CDD. Maar tegelijkertijd ook voor de sanctions en alle aspecten die relevant zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar zeker ook als je het hebt over de LexisNexis oplossing, om die ook bij u te kunnen implementeren, zodat u zelf ook veel en gedegen onderzoek kan doen en de integriteit van uw klanten te waarborgen. Wat doen wij dan? Zoals ik ook al aangaf van, ik kom zo even terug op een volgende slide op het proces. Hoe gaat dat in zijn werk? Wij hebben een heel team klaarstaan van specialisten die op afstand ook gewend zijn om het onboardingproces voor u volledig voor rekening te nemen. Maar ook de periodieke reviews plaats te laten vinden. Dit doen wij in een veilige omgeving. Vaak ook
in samenwerking met de klant. Ik zal er zo nader wat op toelichten. Maar ook remediation trajecten om die wel plaats te laten vinden. Je merkt op dit moment dat heel veel klanten ook vanwege de situatie waarin we wereldwijd nu in zitten. Ja, druk ervaren op de kwaliteit, maar ook kwantiteit van het hele KYC-domein. Dat kunnen wij op afstand voor u in ieder geval voor onze rekening nemen. Het gevolg daarvan is dat u in ieder geval blijft voldoen aan de wettelijke normen. Uzelf ook te maken hebt met beperkte investeringen ten aanzien van resources, maar zeker ook de kennis die wij ook met onze eigen academy ook inbrengen. Dus door middel van opleidingen. U bent zelf ook flexibel in het opschalen en afschalen van uw dossier pieken. En u beschikt direct over de gewenste kwaliteit die nodig is om uw achterstanden, uw reviews, maar ook uw onboarding te bewerkstelligen. U hebt daarnaast ook gewoon door middel van onze informatievoorziening ook echt een continu actueel beeld en inzicht in uw eigen portefeuille. Wat heel erg belangrijk is op zowel operationeel, maar ook tactisch en strategisch niveau. Zodat u in staat bent om daar snel op te anticiperen. Hoe ziet dat er dan uit? Wat heel erg belangrijk is, is dat we werken vanuit uw eigen normen en culturen. Dus we inventariseren de culturen en uitgangspunten binnen uw organisatie. En de doorvertaling naar beleid en procedures. Om van daaruit samen te kijken wat is voor u de beste oplossing. Hebben we daar de uitgangspunten met elkaar bepaald, dan is het van belang dat we samen het aanleveren van het proces van klantgegevens met elkaar goed doorlopen. Zodat we u continu op de hoogte kunnen houden van de status van de onboarding, remediation of periodic event-driven analyses. Wij als ICP verzorgen in ieder geval ook tegelijkertijd de opleidingen om de kennis ook binnen uw organisatie te updaten, maar ook vanuit onze eigen kwaliteitsnorm leiden wij onze mensen op om de kwaliteit van uw dossiers te waarborgen. LexisNexis daarin is een heel belangrijk bronsysteem die wij hanteren om te komen tot goede analyses. De monitoring daarop vindt ook door ons plaats en de monitoring vindt dan plaats vanuit operatie, maar ook vanuit het hele proces rondom de kwantiteit en de kwaliteit van de dossiervorming. En daarin informeren wij u periodiek over de status. En als je het hebt over de toegang tot systemen, maken wij vaak gebruik van uw eigen klantsystemen, zodat de veiligheid daarin ook gewaarborgd blijft. De evaluatie van zowel de evaluatie van zowel de dossiers op individueel niveau, maar ook op portefeuille niveau, die evalueren wij aan de hand van onze eigen managementrapportages die we kwalitatief en kwantitatief met u bespreken. En van belang is ook om de third line, we hebben onze eigen first en second line ingericht om de kwaliteit te waarborgen, is dat u ook helpen, mits dat nodig is om uw eigen third line of defense in te richten, zodat u zelf ook kwaliteit kunt monitoren op de uitvoering van onze dossiers en de afwikkeling daarvan. Hoe ziet dat er dan vervolgens uit? Als u klant bij ons bent, informeren wij u periodiek over de voortgang van de processing. Dan heb je het feitelijk over een drietal levels. Eerste level is de kwaliteit en de tijdigheid van de dossiers op fileniveau. Daarover informeren wij u individueel. Dan hebben wij op tactisch niveau dat wij u actueel informeren door middel van informatievoorziening rondom de kwantiteit en kwaliteit van de dossiers aan zich. En we hebben op strategisch niveau hebben wij een risicofoto ontwikkeld waarmee we u inzicht verschaffen in de samenstelling van uw portefeuille. Dus dat betekent eigenlijk dat u daarmee ook direct inzicht heeft in de risicocategorie binnen uw portefeuille, zodat u kan anticiperen op de risico's daarin. En welke risico's loop ik waar en welke klanten kennen een hoog risico en welke maatregelen moeten we daarbij treffen.
Met deze informatievoorziening zijn wij van mening dat we u integraal kunnen voorzien op zowel operationeel niveau als op strategisch niveau, wat helpt in de uitvoering van uw strategie. En dat is relevant zodat u ook tijdig kan bijsturen en blijft voldoen aan de WWFT. Nu wil ik zeggen dat dat een heel belangrijk aspect is, de WWFT, om daaraan te blijven voldoen. Maar wij denken verder. Het is vooral van belang om integer zaken te blijven doen. En daarom is deze informatievoorziening op deze drie levels relevant in onze optiek, zodat die tijdig kan bijsturen. Harm, mag ik jou even storen met een vraag? Jazeker. Ik krijg hier namelijk een vraag binnen over het feit, er gaat heel veel data heen en weer. U heeft het over rapportages en voortgangsoverzicht. Hoe is die beveiligd in het kader van de GDPR? Kan je daar iets over zeggen? Ja, wij... Wat we in het verleden hebben gedaan is dat wij vooral zoveel mogelijk in een veilige omgeving de informatievoorziening tot stand laten komen. Dus zowel fysiek als technisch hebben wij in het verleden met klanten juist in hun eigen systemen de informatievoorziening opgetuigd, waarmee we de kwaliteit en veiligheid ook waarborgen. Dus het is feitelijk zo dat we technologisch gezien bij de klant in de systemen actief zijn. Dus het is niet zozeer dat de informatievoorziening, zeg maar, buitenom in de systemen plaatsvindt, niet zijnde bij de klant. Dus daarmee waarborgen we ook de AVG. Is ja, dat en als zo? Ik daar nog een toevoeging op mag doen, Harm. Ja. Vooral, want je hebt nu een stukje technisch en je noemde zelf ook al het stukje fysieke natuurlijk. En we gaan dit fysiek, kunnen we dit bewerkstelligen. Dat de aparte ruimte die alleen met speciale pasjes gewoon toegang verleende tot deze ruimte. Alleen voor de medewerkers die ook daadwerkelijk een contract hebben getekend met Eurosolid. De rest zal helemaal niemand toegang hebben tot deze ruimte en ook dus niet tot de systemen van Eurosolid. Heeft iedereen dit, was dit goed verstaanbaar? Nee, dit was niet zo heel goed verstaanbaar. Sorry. Sorry, dan ligt het aan mijn headset? Nu gaat het goed, Erik. Oké, dan zou sorry dan, excuses voor de technische ongemak. Dan zal ik mezelf nog eventjes kort herhalen. Zoals ik al zei, Harm focust zich voornamelijk op het stukje digitale veiligheid, de technische aspecten van. Maar hij noemde zelf ook al het stukje fysieke veiligheid. En dit kunnen we garanderen onder andere door te werken in aparte ruimtes met speciale toegangspassen, zodat de enige die toegang heeft tot de systemen van u als klant ook de daadwerkelijke werknemers zijn van ICP of de analisten die wij in dienst nemen. Die ook alleen maar werk zijn met u en die daar een contractueel verbindenis tot zijn aangegaan. En op die manier hebben we dat eigenlijk helemaal netjes afgekaderd binnen het kader van de GDPR. Eens, klopt. Dank, Erik. Paul, heb je nog meer vragen binnengekregen voor nu? Ik had nog één vraag binnengekregen, maar die ging over meer over, ging inderdaad over de opleiding. Of je daar iets meer over kon vertellen, want je had het volgens mij over de opleiding van de personeel zelf. En ik kreeg hier de vraag van, hoe moeten ze dat dan zien? Worden ze dan opgeleid met hun eigen dossiers of hoe werkt dit? Ja. Nou, wij als ICP zijn hebben we onze eigen ICP Academy. We hebben een aantal opleidingen. Dat betekent een CDD-opleiding is een uitgebreide opleiding specifiek voor CDD-analisten. Gecombineerd met een aantal praktijkdagen. En tegelijkertijd hebben wij ook opleidingen gericht voor de business. En die zijn relevant om te begrijpen wat de WWFT inhoudt, wat het betekent als organisatie om hier aan te voldoen. Afhankelijk van de situatie van de organisatie is het in onze optiek ook van belang dat de business, los van het feit dat wij de dienst zouden outsourcen naar ons toe, is het van belang dat de business begrijpt waarom we dit doen. En op die reden is het in onze optiek ook belangrijk dat de business ook e-learnings of in ieder geval de opleidingen volgt om deze interpretatie ook te kunnen maken en daarmee ook de processen te optimaliseren aan de voorkant. Het is namelijk zo dat het outsourcen van de dienstverlening is één. Twee, de efficiëntie en de effectiviteit daarvan, die ligt eigenlijk in een breder verband, dus in de hele keten.
dus ook de business van de organisatie. Zodra die ook begrijpt waarom we de dingen doen zoals we ze moeten doen om de risico's rondom witwassen en terrorismefinanciering beter te beheersen, begrijpt, dat zal het proces ook kwalitatief en kwantitatief ook verbeteren. Dus daarmee doelen wij ook op de opleidingen die we hebben ontwikkeld. Die zijn niet alleen maar bedoeld voor specialisten, de analisten, maar tegelijkertijd ook voor de business. Ik weet niet of daarmee de vraag voldoende beantwoord is. Ja, het viel een klein stukje weg, maar volgens mij is het wel heel duidelijk uiteindelijk. Ja, dankjewel. Oké. Helder. Gaan we even naar slide 8. Eigenlijk als je dan, voordat we naar een praktijkvoorbeeld gaan, waar ik het woord geef aan Erik, heb je te maken met een viertal pijlers die in onze optiek heel relevant zijn. Dat is het voldoen aan de regelgeving, het verminderen van je financiële risico's, bijvoorbeeld aan sanctierisico's, maar ook het beheersen van je reputatierisico. En dat is eigenlijk een hele essentiële. Met wie doet u zaken? Dat wordt eigenlijk door middel van de beheersing die wij beogen absoluut geoptimaliseerd. En tegelijkertijd ook voor een stukje strategische, duurzame beheersing van uw organisatie. Immers, als u zaken doet met integere klanten, zal het ook zorg dragen voor een duurzamere samenwerking. Nou, dat zijn eigenlijk de vier pijlers die wij beogen ook met onze samenwerking met LexisNexis en ICP. En als u deze vier pijlers hanteert, dan zal u ook merken dat ook de efficiëntie, de effectiviteit van uw organisatie verbetert op dit punt. En ook voorkomt dat dat u schade gaat leiden op een van deze vier onderwerpen. Voor nu wil ik heel even het woord geven aan Erik de Jong. Erik gaat u even aan de hand van een voorbeeld meenemen in hoe we kijken op een specifiek onderdeel naar een klant. Hoe we komen tot conclusies. Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag. Ja, Harm, dankjewel voor deze toelichting op het outsourcing model. En Paul, ook bedankt voor de introductie en de vragen voor het begeleiden. Ik denk inderdaad dat een voorbeeld de beste illustratie is om de complementaire krachten van ICP en LexisNexis te demonstreren. Zeker omdat LexisNexis natuurlijk met Nexis Intelligence, waar ik zo eventjes dieper op inga, eventjes zal laten zien, een prachtige basis dient voor de screening. Well, nice to meet you, zoals deze slide al zegt in de titel. Stel, u heeft een potentieel zeer interessante klant waarmee u een relatie wil aan. Nadat wij de organisatiestructuur voor u in volledig in beeld hebben gebracht, blijkt dat Victor Krabbenhoef, die u hier op de afbeelding ziet, een van de aannemers is. Ja, uiteraard maakt u hierbij al gebruik van ons outsourcingmodel. En u heeft daarbij gevraagd om volledig geïnformeerd en op de hoogte te willen worden gehouden in het geval van risicoorganiseren. Victor, zoals u ziet, is een Russische oligarch. Hij is burgemeester geweest van Almaty. Dit is de grootste stad van Kazachstan. In 1997 tot 2004. Sinds 2008 is hij echter woonachtig in Genève in Zwitserland. Waarom dat is, komen we zo nog eventjes op terug. Er zijn geschatte vermogen ligt op de 300 miljoen frank, al is het Zwitserse business magazine Bilans. Ook waar hij daar aan is gekomen, komen we zo eventjes op terug. Ja, het voornaamste waar hij geïnvesteerd heeft, is in zaken vastgoed. Bedankt u hem goed. Voor deze demonstratie concentreren we eventjes ons eigenlijk op het thema van negatieve nieuwssignalen. Als we kijken naar wat Nexis Diligence als tool aanbiedt, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat het drie fundamentele thema's aanbiedt. Te weten de PEPs, de Politically Exposed Persons, sancties en negatieve nieuwssignalen. Negatieve nieuwssignalen, dat is degene waar we ons eventjes mee bezig houden op dit moment. Dit voornamelijk omdat het juist het moeilijkste onderdeel is van het hele nieuwe customer proces. Aangezien we het gewicht op een uitermate subjectieve en interpretabele manier op de weg gaan leggen. Op het moment dat iemand voorkomt op een sanctielijst, een PEP-lijst, dan is hij duidelijk te identificeren als iemand op die lijst. Het interpreteren van nieuwssignalen daartegen is even een iets ander. Dus is eventjes de vraag bij negatief nieuws. Dat we kijken naar wanneer is iets materieel en wat voor impact heeft het op de klantrelatie.
We kunnen daarbij zeggen dat informatie materieel is als, als het eindoordeel beïnvloed kan worden, het eindoordeel van het dossieronderzoek, wanneer die informatie weggelaten zou zijn. Zo zou bijvoorbeeld, als we even een heel sec voorbeeld nemen, stel dat we een nieuwsartikel zien uit een lokale krant, waarbij iemand de Bob zou zijn, maar toch wat minder onbeschonken bleek, en dat is rijbewijs is kwijtgegaan. Dan zal dat niet echt relevant zijn om te bepalen of we tegen klantrelatie aan gaan komen. Op het moment dat tijdens die aanhouding de auto doorzocht wordt en er tevens €250.000 cash in grote coupures van 200 en 500 worden aangetroffen, dan verandert natuurlijk heel het verhaal en zetten we dit in een heel ander. Want zelfs dan blijft het natuurlijk professioneel inschattingsvermogen, blijft het mensenwerk en zonder einddoelen verschillen. ICP heeft daarom een model ontwikkeld dat handvatten geeft om negatief nieuws vakkundig te kunnen beoordelen. Zoals ik al zei, dat dit in de praktijk toch vaak als lastig wordt ervaren. Ik zal het eventjes kort met u doorlopen. Een antwoord op al deze vragen zal uitwijzen of iets materieel is en wat de impact op de klantrelatie zal zijn. Nou, de eerste is de reliability of sources. Daarmee willen we eigenlijk aangeven van is een bron betrouwbaar waar het afkomstig is. Zo kan bijvoorbeeld een linksextremistisch ondergronds blog minder betrouwbaar zijn dan bijvoorbeeld het Financieel Dagblad. Het tweede, dan kijken we of de repetition of significance. Komt het vaker voor? Komen soortgelijke overtredingen vaker voor? Kunnen we een patroon ontdekken? Zo ja, dan is het natuurlijk van belang om te onderzoeken of er maatregelen getroffen zijn om dergelijke misstappen in de toekomst te kunnen voorkomen. De derde, een hele belangrijke voor u als klant, reputatieschade. Stel dat uw organisatie met naam en toenaam wordt genoemd, dan kan dat natuurlijk leiden tot een zwaar reputatierisico. Het is daarom van belang om te onderzoeken wat u dan kan doen, of wat wij juist voor u kunnen doen, om deze reputatieschade te minimaliseren in het geval het zou kunnen voorkomen. De vierde stap waar we altijd eventjes naar kijken, is om te kijken of het nieuws gerelateerd is aan strafrechtelijk onderzoek. Deze is denk ik redelijk voor de hand liggend. U kunt hierbij denken aan boetes, gevangenisstraffen, schikkingen, maar juist natuurlijk ook vrijspraak. En vrijspraak kan natuurlijk ook veel zeggen. De vijfde, kijken we even wat heeft de klant zelf gedaan. Dus dat bedoelen we niet u als klant, maar de klanten die elkaar verwoorden. Is er bijvoorbeeld intern beleid opgesteld om risico's te minimaliseren? Waarbij u denkt aan grotere compliance thema's zoals corruptie, antimoneylaundering. Maar ook kan het iets breder getrokken worden, kijken of wat voor houding de klant heeft. Hoe bedoel je kijken of je misschien een sustainability policy en duurzaamheidsbeleid. De laatste stap, stap 6, raising doubts about integrity. Dat is eigenlijk de finale stap om het af te ronden. De laatste stap van het onderzoek naar negatieve nieuwssignalen is het bepalen van de impact die een materieel signaal heeft op het risicoprofiel van de klant. Uit dit onderdeel speelt een holistische benadering, dus kijken naar het grotere geheel van de professionaliteit een belangrijke rol. We kijken hier of dit nieuws in combinatie met de activiteiten van de klant, het klantbeeld en natuurlijk andere risico-indicatoren, het risicoprofiel van de klant daadwerkelijk verhoogt. Dus het is eigenlijk belangrijk dat we naar het klantbeeld kijken. Het doel eigenlijk is van dit model, is dat we juist dit kunnen leggen over de data die Nexus ons verschaft door middel van Nexus Intelligence en hierop dus een diepteanalyse kunnen uitvoeren. Daarom ga ik nu eventjes switchen naar Nexus Intelligence om eventjes te laten zien hoe dit exact in zijn werk gaat. U ziet nu Nexus Intelligence het startscherm voor u. Zoals u kunt zien kunnen we zowel personen als ook bedrijven checken. In het kader van deze demonstratie ga ik eventjes houd ik het eventjes alleen bij de genoemde de heer Krappenhoff in het kader van de tijd. Nou, zoals u ziet heeft u in één oogopslag eigenlijk al het nieuws wat er bekend is over de heer Krappenhoff in één oogopslag voor u. Zoals gezegd de pijler met sancties, waar echt overkomt, dus de pijler met politically exposed persons. En de pijler met negatief nieuws als belangrijkste jongens. De politieke exposed persons, deze laat ik eventjes schieten. Ook omdat hij maar tot 2007 burgemeester is geweest. En daarom eigenlijk geen politieke carrière meer heeft. Dus zegt hij wel eventjes dieper in negatief nieuws signaal. Nu ben ik natuurlijk in dienst van ICP, niet van LexisNexis. Dus helaas kan ik u niet meenemen in alle ins en outs van de tool. Was het maar zo, want het is natuurlijk een prachtig product. Links wel eventjes een klein inzicht in waar allemaal op geselecteerd kan worden op tijd. Welke personen genoemd zijn, welke bron het afkomstig is. En zo kunnen we eigenlijk eindeloos selecteren. En zo kunnen we elk artikel eigenlijk eventjes uitwerken om te zien of het daadwerkelijk relevant is, wat de inhoud is en waar het om gaat. Uiteindelijk
kunnen we hier ook een mooi rapport van draaien. Op basis van bijvoorbeeld specifieke geselecteerde artikelen. Dit heb ik eigenlijk al voor u gedaan. En wat komt hier dan uit? Dit ziet er als volgt uit. Dus het was een hele sneltreinvaart. Als het iets te snel is gegaan, Paul, alsjeblieft onderbreek me dan nog een beetje. Voor nu ga ik daarom gewoon door. Nee, ik ga voorlopig gewoon even door. Ik heb ook zo meteen nog een korte aanvulling. Super, dan hoor ik die zo graag even sturen. Het rapport ziet er uiteindelijk zo uit in totaal. Ik wil hem even te snel doorlopen. Dan krijgen we een opzomming van alle artikelen die ik heb geselecteerd als zijnde die ik het meest belangrijk vond. Dus een handig overzicht. Alle volledige artikelen staan hier ook automatisch gegenereerd, volledig uitgeschreven. Met geel geasseerd de vaktermen die voor ons daadwerkelijk relevant zijn. Om te kijken of het inderdaad van invloed is op het integriteitsrisico. En als we helemaal naar onder gaan, zien we zelfs nog op welke parameters eigenlijk het nieuws is. De initiële hits zijn gegenereerd. Zoals u ziet is het natuurlijk ook alles wat we willen weten in het kader van een integriteitsrisico. En ook om te voldoen aan een WWFT-plicht. Als we eventjes kijken naar hetgeen wat ik u eigenlijk wilde demonstreren, was het natuurlijk de koppeling van de krachten van Nexus Diligence en ICP. Aan de hand van ons zes-stappen-model. Zoals u heeft gezien in Nexus Diligence zijn een aantal hits naar voren gekomen. Ik heb al deze 147 hits al geanalyseerd, inclusief de sanctielijsten. En daar is eigenlijk de volgende analyse uit naar voren gekomen. Deze ga ik eventjes aan u voorlezen. Voor Victor Krapunov zijn meerdere negatieve nieuwssignalen. Dus schrijven verschillende betrouwbare nieuwsbronnen, zoals onder andere de BBC en het Nederlandse Financieel Dagblad, dat het Kazachstan National Anti-Corruption Bureau Krapunov en zijn vrouw hebben aangeklaagd naar beschuldigingen van fraude, afpersing en verduistering. Het zou gaan om 300 miljoen euro ten tijde van zijn burgemeesterschap van 2004 tot 2007. Krapunov en zijn vrouw zijn in 2007 naar Zwitserland verhuisd na beschuldigingen van illegale grondtoekenning aan particulieren toen hij burgemeester was. De bronnen laten verder optekenen dat hij een groot deel van dit vermogen, in Zwitserland was via ingewakkerde witwasconstructies, eindigde in vennootschappen gevestigd in de Trump Tower in New York, via onder andere twee Nederlandse bedrijven. Het geld dat voor Kazachstaanse oligarchen is witgewassen bevatte onder andere een deel van de 300 miljoen euro die Krapunov en zijn vrouw zouden hebben verduisterd en is voornamelijk geïnvesteerd in luxueus vastgoed. Vanaf 2012 is Krapunov terechtgekomen op de wanted list van Interpol vanwege al deze beschuldigingen. Dat verklaart tevens waarom er een sanctiehit is afgegaan op Krapunov. De hit meldt dat hij in februari van 2020 van de voldoende lijst is afgehaald. Het is echt onduidelijk dat dit is omdat hij momenteel vastzit of om andere redenen. Wel is duidelijk dat hij sinds 2007 nog steeds woonachtig lijkt te zijn in Zwitserland. Het gerechtshof daar heeft de rechtszaak tegen hem laten vervangen in 2019. Door Krapunov door de rechter in Kazachstan eind 2018 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar wegens witwassen en verduistering. Zijn momentele verblijfplaats is onduidelijk. Concluderend kunnen we denk ik hieruit opkijken dat het nu wat gebeurt, dat het relevant is. En dat het ook een grote impact heeft op de integriteit van de klant als mede de mogelijke reputatie van u als ons goed. Daarom zou in dit geval een zeer dringende, maar ik denk ook zeer voor de hand liggende advies zijn om geen klantrelatie te starten met hem of met de organisatie waarvan hij aandeelhouder is. Althans voor zolang Krapunov of aantoonbare banden heeft met deze organisatie. Deze is natuurlijk wel heel erg voor de hand liggend, maar het gaat even om de expliciete uitwerking van de krachten van Nexus Texas en ICP. Paul, dan graag nog als je nog een paar toevoegingen hebt, dan zo kan ik ze demonstreren aan de hand van Nexus Texas. Ja, nou ik had eigenlijk alleen een korte toevoeging. Als je terug kan gaan naar de snapshot die hij liet zien. Waar wij momenteel mee bezig zijn, sowieso. Zo zie je hier de company bronnen, daar zitten inmiddels de credit scores in. Maar waar wij natuurlijk net als iedereen heel hard aan het werken zijn, is om daar rechtsonder een extra vakje te maken met UBO-data en bedrijfsstructuren. Wat denk ik jullie onderzoek en ook ander onderzoek nog veel beter en sterker zou kunnen gaan maken. Dus dat zal er binnen de afzienbare tijd ook gewoon inkomen als extraatje. Dus dat geef ik toch even mee, want dat is in mijn ogen als compliance officer heel belangrijk. Ja, ik denk dat daar ben ik 100% mee. Dat maakt onze levens allemaal een stuk makkelijker. Ja. Dankjewel.
Goed, Erik, dank even voor een kort inzicht in hoe we in ieder geval naar een onderdeel van het natuurlijke persoon gaan kijken, hoe we onderzoek kunnen doen naar negative news. Overigens gewoon een klein onderdeel van hoe we de aanpak van de analyse realiseren. Stel dat u klant wil worden, hoe werkt dat? Hoe gaat dat in zijn werk als wij met u om tafel gaan zitten? Nou, wat we al aangaven is, heel erg belangrijk, key, wat uw specifieke behoeftes zijn. Denk daarbij ook aan uw specifieke dienstverlening en uw beleid daarop. Je ziet bijvoorbeeld veel in medische apparatuur, maar bent u ook actief in gesanctioneerde landen? Hoe gaan we daarmee om? En ook met toeleveranciers, belangrijke. Al met al, de hele systematische risicoanalyse is gewoon essentieel om het beleid uiteindelijk ook vorm te kunnen geven. Dus ook vanuit de inventarisatie gaan we kijken van wat is uw beleid? Is er al beleid rondom de WWFT? En hoe zouden we dat zeg maar kunnen gaan doorvertalen naar goed werkend beleid en procedure? Vervolgens stemmen wij ook met u af, wat zijn dan de service level agreements, wat verwacht u van ons in tijdslijnen, wat verwacht u van ons in informatievoorziening, hoe hebben wij doorlopend contact met elkaar om uw dienstverlening te ondersteunen in het primaire proces, maar zeker ook in het ondersteunende proces. En hoe zorgen wij dan ook voor een veilige omgeving met betrekking tot toegang en verwerking van klantgegevens? Nou, dat is al even kort toegelicht, ook net door Erik, zowel vanuit de fysieke als technologische beheersing daarvan. En op welke wijze kunnen en leggen we koppeling met uw klantsysteem? Wat ook heel erg belangrijk is, is natuurlijk de inventarisatie van welke informatie leveren we aan op operationeel niveau, dus op dossier niveau. Daarin is het van belang om aan te sluiten op uw eigen operationele processen. En key daarin is natuurlijk ook de informatievoorziening die vanuit de uitgangspunten in het Server Level Agreement informatie verschaft over de effectiviteit van het primaire proces, dus de kwaliteit van de files die we opleveren, de tijdigheid daaromtrent, maar zeker ook de informatievoorziening rondom het risicoprofiel van uw totale portefeuille. In hoeverre sluit het risicoprofiel aan op het beleid wat u als organisatie hebt en welke maatregelen treft u daarin? Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste hoofditems die we hanteren om samen te komen tot een goede samenwerking. Dit was eigenlijk in het kort de dienstverlening die wij samen met LexisNexis hebben ontwikkeld om u van dienst te kunnen zijn op afstand. Ik wil u, zoals het er ook staat, bedanken voor uw aandacht. Mocht u vragen hebben, kunt u ze nu stellen, maar ook achteraf, wat ook Paul bij de inleiding ook aangaf. Ik denk dat ik ook namens Erik spreek en Paul en François om jullie te bedanken voor dit webinar. En mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat of zien wij dat graag. Dank u wel. Dank je wel, Harm. Ik heb nog een laatste vraag, maar dat is meer van mijzelf uit. Mm-hmm. Helpen jullie ook bij het opzetten en het maken van procedures en handleidingen voor bedrijven die dat nog niet hebben of die daarmee stoeien? Ja, klopt. Klopt. Wat wij veelvuldig bij organisaties doen is vanuit onze consultancypartij, tak, te kijken naar de inrichtingsvraagstukken van de organisatie. Dus vooral te kijken naar wat is het soort dienstverlening wat onze klant heeft en van daaruit vertalen we dat door naar beleid en procedures. En daar passen wij zeg maar toe op de bestaande operationele processen die aansluiten op de business. Zodat dat de hele KYC, WWFT verplichting onderdeel wordt van de operationele processen. Top, dankjewel. Ja, dat was een mooi antwoord. En misschien nog even een korte toelichting.
dan heb je dus initieel het primaire proces, als je het hebt over zeg maar, de ondersteunende processen en het control framework. Dat zijn aspecten die ook essentieel zijn om de kwaliteit te waarborgen. Die richten wij ook bij onze klanten in, om in ieder geval de kwaliteit daaromtrent ook te waarborgen. Dus dan heb je het feitelijk over de hele managementcyclus, hè, dus de planfase, dus beleid, risicomanagement, procesmanagement om dat goed in te richten, maar ook de effectiviteit daarvan. Dus kwaliteit van implementatie van procedures en de naleving daarop richten wij in. En de monitoring daarvan door middel van de three lines of defense die essentieel zijn om de kwaliteit van de WWFT in ieder geval te waarborgen. Oké, dan heb ik nog een andere vraag, die kreeg ik ook binnen. Die moet ik even voorlezen, want het is een beetje een lange vraag. Wij zijn een MKB-bedrijf met circa 45 medewerkers in zo'n 50 landen. Even kijken. De software die u laat zien ziet er handig uit, maar is dit ook haalbaar in gebruik voor in het gebruik voor een bedrijf van onze grootte? Dus, ik weet niet of die vraag een beetje helder overkwam. Dus ja, is mijn antwoord daarop. Erik, vul mij ook even aan waar nodig. Dat is in mijn optiek zeker haalbaar. Het is ook afhankelijk van de complexiteit van uw dienstverlening. Maar de compleetheid van data die LexisNexis in mijn optiek ook over beschikt, is het een essentieel bronsysteem om juist te gebruiken binnen uw internationale focus, absoluut. Dus ja, mijn antwoord is daarop ja. Ja. Ik heb daar eigenlijk helemaal geen toevoeging aan. Inderdaad, het lijkt mij dat het. Ik zie daar absoluut ook geen beperkingen in grote of kleine. Grote van een organisatie. En ook zeker niet met de geografische grenzen die daarin enige beperkingen zouden opleggen. Even kijken hoor. Ik zit te zoeken, want volgens mij zie ik nog een vraag, maar gelukkig laat mijn systeem dat niet helemaal zien. Oh, wat is, ja, dat is een vraag op basis van mijn UBO-verhaal. Ja, dat is natuurlijk een logische vraag. Wat is afzienbare tijd? Ja, dat is ook, ik zeg dat niet voor niks, afzienbare tijd. Het staat klaar, de prototypes zijn klaar, de test is klaar. Het is een kwestie van wanneer durven wij het vrij te geven, zodat het er ook gewoon voor de klant perfect uitziet, zoals wij dat eigenlijk gewend zijn. Dus de verwachting nu is begin juni. Maar dat doen we eigenlijk alleen als het echt voor ons ook optimaal mooi eruit ziet. Dat wil zeggen dus, we geven zometeen weer de UBO-structuur. We geven de aandelen weer in twee manieren. In platte tekst en in een soort van grafische weergave. Nou, dat moet er gewoon optimaal uitzien. En dat fine-tunen, daar hangt het nog om. Dus vandaar dat ik zeg binnen afzienbare tijd. Want ik weet dat het klaar is, maar het moet nog geoptimaliseerd worden. Dus, en ik durf niet te zeggen van hey, het staat er morgen in of het staat er 1 mei in. Of, nee, weet je, het komt. Het is bijna klaar. Het is alleen nog niet mooi genoeg. Dus ik hoop dat dat een beetje een antwoord is. Een beetje beter antwoord dan afzienbare tijd. Maar meer durf ik gewoon nog niet te zeggen. Ja. Ik zie nog een aanvullende vraag of dat dan ook voldoet. Informatie over UBO's in landen zoals Duitsland, Spanje en Portugal. Ja, Duitsland ja, Portugal meen ik van te twijfelen, daar durf ik geen 100% over te zeggen. Dus daar durf ik nog niet, maar op het moment dat wij het gaan uitrollen, gaan we precies aangeven waar het over gaat, wat erin staat en over welke landen het gaat. En ik denk zelfs dat we misschien daar ook nog wel een webinar aan gaan spenderen of een ander soortige marketinguiting, zodat dit bij iedereen duidelijk is van wat staat erin en hoe goed is het of hoe dekkend is het. Omdat het iets is wat natuurlijk bij iedereen al meer dan een jaar speelt, of meer dan 2 jaar. En iedereen wil weten, iedereen wil het zien. Heel veel partijen
Nou, hebben het een beetje, maar we willen het gewoon goed doen. Dus ik denk dat het wat dat betreft nogmaals gewoon van belang is dat het goed is, goed uitziet en compleet wordt uitgerold. Helder. Nou, dan denk ik dat we ook alle vragen nu gehad hebben die ik hier voorbij zie komen. Dan wil ik ook jullie danken, Erik en Harm, namens LexisNexis voor het leveren van het webinar en jullie verhaal. En nou, weet je, ik kijk uit naar een super prettige samenwerking met jullie. En ja, misschien dat we in de toekomst een vervolgwebinar kunnen doen om te kijken van hey, wat zijn de ervaringen en wat kunnen we nu gaan delen met de markt. Dus wat mij betreft wil ik het hier het webinar bij afsluiten. Ik dank iedereen die ingebeld heeft en eventueel de vragen heeft gesteld. En ik zou zeggen, hou onze site in de gaten voor eventuele vervolgwebinars. Ook op het gebied van media intelligence, patents en andere soortige. Zeker in deze tijd is dat de manier om toch iedereen op de hoogte te brengen van informatie. In plaats van met seminars doen we het gewoon nu met webinars op allerlei vlakken die LexisNexis beheerst en waar we gewoon onwijs goed in zijn. Dus houd het in de gaten, houd de website in de gaten, houd LinkedIn in de gaten en dan hoop ik u allen zo snel mogelijk weer te spreken. Fijne dag verder. Dankjewel. Dankjewel.